Ik ben momenteel in Koersel. Dit was vroeger de woonplaats van mijn overgrootvader Louis Rodemans. Nu vraagt u zich waarschijnlijk af, waarom begin ik over mijn overgrootvader? Wel, mijn overgrootvader was tijdens de Tweede Wereldoorlog partizaan en is uiteindelijk gefusilleerd in Vreemden. Maar dat was ook het enige wat onze familie van hem wist. We wisten dus niet wie hij was of wat hij precies had gedaan. En daarom begon ik mij af te vragen, waarom zat hij in Vreemden? Wat heeft hij precies gedaan? Wie was hij als persoon? Hij was nu precies een partizaan. En wat deden zij tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wel, in deze documentaire neem ik jullie mee door het leven van Louis Rodemans, terwijl mijn collega wat vertelt over de context waarin zijn verhaal zich afspeelt. Dit is Louis Rodemans, het lot van een partizaan. Februari 1922. Dat is de datum waarop Louis Rodemans ter wereld is gebracht in Mol. Na zijn geboorte zijn zijn ouders naar Beverlo verhuisd en na Beverlo zijn ze dan nog eens naar Koersel verhuisd, zodat zijn vader in de mijn kon gaan werken daar. Hij is dan later zelf ook in die mijn gaan werken, maar op 1 mei 1942 is hij wegens een ziekte ontslagen. Nadien heeft hij eigenlijk ook geen werk meer gezocht en kreeg hij de bijnaam Louieke de Bommer. De Bommer van Luilak Profiteur. Kort nadien is hij dan ook getrouwd met zijn vrouw, Ferdinanda Schaken. In zijn brieven noemt hij haar Nanda. Maar de ouders van Nanda, vooral de vader van Nanda, waren eigenlijk tegen het huwelijk en de relatie. Waarom? Omdat Louis... Voor de vader was Louis eigenlijk niet betrouwbaar. En ook omdat hij geen werk had, werd hij als lui gezien. En geen goede man voor haar dochter. Maar in oktober 1943 besluit Louis om toe te treden tot de partizanen. Een partizaan is een algemene term voor een persoon die zich bij een verzet aansluit. De groep focust zich op het verwijderen van een politieke of een ideologische macht, zoals in ons verhaal de Duitsers. Het Belgisch leger der partizanen was een onderdeel van het Onafhankelijkheidsfront, een van de belangrijkste verzetorganisaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hun verzet bestond voornamelijk uit het saboteren van spoorwegen of communicatiemiddelen zoals telefoonlijnen. Maar ook het doodschieten van collaborateurs, dit waren mensen die de Duitsers hielpen, namen ze op zich. In het jaar 1943 begonnen de partizanen met hun eerste terreurgolf. Vanaf eind mei tot november dat jaar zijn er maar liefst 19 collaborateurs vermoord. En in december kwamen er nog eens 14 doden bovenop. Ook Louis heeft meegedaan aan deze terreurgolf. Zo moest hij van de partizanen samen met heilige Alfons, de Kelver Dominicus, en Tieman van Gucht, de burgemeester van Heppen vermoorden, Victor Jacobs. De vier mannen gingen het burgemeestershuis binnen en kwamen eerst de secretaris tegen die zich wou verweren, maar die had geen enkele kans, want ze schoten hem gewoon direct neer. Daarna zijn ze de burgemeester gaan zoeken en hebben ze een spervuur op hem losgelaten. De burgemeester werd gewoon bedolven onder een regen van kogels, heeft nog een paar schoten kunnen terugschieten, heeft dan één van de vier geraakt, maar werd uiteindelijk doorzeefd met kogels. Later, in oktober 1943, wanneer Louis zich ook heeft toegetreden tot de partizanen, heeft hij ook meegedaan aan de aanslag op de spoorlijn Neerpelt-Achel. Samen met nog 5 anderen, waaronder ook de operatieve korpscommandant Convens Augustinus.
Bij die aanslag zijn er maar liefst 63 Duitsers omgekomen en ook één Belg. Die ene Belg was de machinist. Hij heeft dan ook nog op 4 januari 1944 heel veel geluk gehad. Want daar heeft hij samen met Albert Kuipers een overval gepleegd op de schatbewaarder van de Boerenbond van Kursel. Daar heeft hij dan 20.000 frank, wat vandaag de dag 500 euro zou zijn, buitgemaakt. Maar waarom zeg ik nu dat hij daar heel veel geluk mee gehad heeft? Hij is na die overval is hij in een café gaan vluchten. Daar heeft hij zich verscholen. Maar er waren 4 rijkswachters op patrouille die nacht. En zij gingen net dat café binnen om te controleren op verboden wapens. Natuurlijk hadden ze ook andere cafés al gecontroleerd. Maar ze gingen ook het café binnen waar Louis zich verschool. En een van die rijkswachters besloot om achter in het café te gaan kijken of daar niemand zat. En daar zat natuurlijk Louis. En hij voelde zich zo in het nauw gedreven dat hij als een reflex onmiddellijk zijn pistool trok en de rijkswachter neerschoot. 1 schot in zijn nek en 1 schot in zijn ruggengraat. Nadien, na zijn arrestatie, heeft Louis dan ook verklaard: ik kon niet anders, anders was ik zelf dood geweest. In een krantenartikel is het volgende te lezen over zijn arrestatie. De politie van Geel is erin geslaagd de 23-jarige Louis Hoermans van Beringen, die sinds lange tijd de Kempen onveilig maakte, aan te houden. De laatste misdaad die de schurk op zijn geweten heeft, was de overval op de beambte van de belastingen te Geel. Hoermans zou ook bekentenissen hebben afgelegd, nopens de moordaanslag op de burgemeester en de gemeentesecretaris te hebben, en de betreffende moord op een rijkswachter te Heusden. Na zijn arrestatie en zijn proces is Louis opgesloten geweest in de gevangenis van Turnhout en is nadien ook naar de gevangenis van Hasselt gebracht. In de gevangenis van Turnhout heeft hij nog vlak voor zijn vertrek een brief geschreven naar zijn vrouw. In de brief heeft hij nog het vermoeden dat hij kan vrijkomen en hij ondertekent ook met: en tot ziens, vrouwke, ik ben hier weg naar Hasselt. In Hasselt heeft hij dan nog gezeten tussen 4 februari 1944 en 22 maart 1944. En tijdens zijn gevangenschap daar is ook zijn zoontje Louis geboren op 27 februari. In Hasselt werd er een groot proces gevoerd van 24 partizanen. De partizanen werden uiteindelijk tot de dood veroordeeld. Ook Louis zat bij deze 24 partizanen. De Limburgse terroristen werden beschuldigd van 28 dodelijke aanslagen, 5 moordpogingen en een reeks roofovervallen en sabotagedaden. Na het proces werden ze dan ook letterlijk naar de hel gestuurd, het fort van Breendonk. We zijn nu bijna op het einde van ons verhaal gekomen en we zijn momenteel in het fort van Breendonk, de plaats waar het verhaal van Louis Hoermans eindigt. Het fort van Breendonk is een betonnen constructie uit het begin van de 20e eeuw en behoort oorspronkelijk tot de buitenste verdedigingslinie van Antwerpen. Het overleefde de Eerste Wereldoorlog en werd nadien tot en met de inval van Nazi-Duitsland gebruikt als een militair kwartier. Helaas kreeg het na de inname door de Duitsers een functie die veel, veel duisterder was. Zo, we zijn nu binnen in het fort van Breendonk. En wat er hier gebeurde, is
De gevangene werd gearresteerd, werd in een auto gestoken en er werd een zak over zijn hoofd gedaan. Dus wanneer de gevangene hier aankwam, was hij totaal gedesoriënteerd. Hij wist dus totaal niet waar hij was. Komt hier binnen, de poort gaat toe en hier staan twee SS'ers of bewakers staan hem op te wachten. En de zak wordt van zijn hoofd gedaan. Ja, het eerste wat je ziet is deze donkere hal. En het eerste wat je ook hoort als je hier binnenkomt in Breendonk is: welkom in de hel en wij zijn de duivels. Het fort werd door de nazi's gebruikt als gevangenis en er verbleven gedurende de Tweede Wereldoorlog ongeveer 3600 gevangenen. Deze verbleven vaak maar een periode in Breendonk alvorens ze naar andere grote kampen zoals bijvoorbeeld Auschwitz werden gestuurd. De bewakers van Breendonk bestonden niet alleen uit SS'ers, maar ook gewone Duitse en zelfs Belgische bewakers. Door getuigenissen van gevangenen weten we dat deze zeer hard en wreed te werk gingen. Dwangarbeid, slagen, ondervoeding en zelfs foltering waren dagelijkse gebeurtenissen. Iets wat Louis waarschijnlijk zelf aan den lijve heeft ondervonden. Nadat de gevangenen door deze gang werden gejaagd, na die echt fameuze zin, begon het inwijdingsritueel hier in Breendonk. De gevangenen werden één voor één op een rij gezet met hun gezicht naar de muur. En daarna werden ze geregistreerd. Maar terwijl ze hier stonden, ze stonden hier voor urenlang en ze mochten niks zeggen, ze mochten niet bewegen, beslisten ze om dat toch te doen, kwam er een bewaker naar hen toe. Die pik hun hoofd vast en die ramde die keihard tegen de muur, zodat hun neus gebroken was en echt keihard begon te bloeden. De bewakers speelden een vuil spel. Ze wilden vanaf minuut 1 duidelijk maken dat er niet met hen gelachen kon worden. Ze vernederden de gevangenen en gebruikten om de minste reden geweld. De bewakers deden er alles aan om de gevangenen zo slecht mogelijk te behandelen, om duidelijk te maken dat ze voor hen geen mens meer waren. We zijn nu in een van de slaapzalen van Breendonk. En als je aan een Breendonk-gevangene zou vragen, wat is nu het ergste aan heel Breendonk? Dan zal die antwoorden: de nacht. Dat weten we van getuigenissen van gevangenen die hier hebben gezeten. En waarom is dat nu net zo erg? Ten eerste, als je kan zien, hier die bedden. Zij zitten echt opeen gestapeld. Langs elkaar opeen gegooid. En was er nog zo erg in die bedden? Degene die het beste eigenlijk ligt in dit bed is van boven. Waarom? Als die naar het wc moet gaan en die moet zijn behoefte doen, die kan natuurlijk niet weg hier, dus die gaat dat gewoon in zijn bed doen. Waardoor dat alles naar beneden valt. Dus is ook de slechtste plaats om te liggen helemaal van onder. En dat is eigenlijk nog maar een van de dingen waarom de nacht zo erg is. De bewakers proberen de gevangenen niet alleen fysiek te breken, maar ook mentaal. En dat gebeurt in deze gangen. De bewakers die begonnen te roepen, zonder enige reden met deuren te slaan om zoveel mogelijk kabaal te creëren. En 's nachts gebeurden ook de folteringen in de bunker. En de gevangenen konden natuurlijk ook die pijnkreten horen, waardoor ze ook natuurlijk mentaal afgebroken werden. En de gevangenen wisten ook dat zij aan de beurt gingen komen. Ofwel was dat morgen, ofwel was dat overmorgen, of een andere dag. Maar er was eigenlijk in Breendonk nooit zekerheid wat er ging gebeuren. Deze martelingen droegen zeker voor een partizaan altijd gevaar met zich mee. De bewakers en de geheime politie, de Gestapo, wilden natuurlijk de namen kennen van eventuele andere partizanen. De bunker werd gezien als de ideale plaats om deze informatie te weten te komen. We zijn nu in de bunker van Breendonk. En zoals je al kan zien, hier werden de folteringen gedaan 's nachts. De gevangene werd dan naar hier toegeleid. En hij werd met zijn handen op zijn rug vastgebonden aan deze haak, werd dan een meter omhoog gehezen en werd dan met zweepslagen eigenlijk geslagen om een bekentenis af te leggen. En af en toe liet men ook de gevangenen
naar beneden vallen met zijn knieën op deze twee houten blokken. De SS'ers die deden er letterlijk alles aan om de gevangenen te laten spreken, zoals duimschroeven aanbrengen, hoofdklemmen, met roodgloeiende ijzers werken, elektrische stroomstoten, noem maar op. En als men een gevangene fysiek niet kon kraken, dan probeerde men hen mentaal te doen. Door familieleden en vrienden te bedreigen, door te zeggen dat ze hen gingen folteren. Of ook Lobby hier terecht is gekomen, weten we tot op heden nog niet. Wat we wel weten, is dat hij op 11 april 1944, een drietal weken nadat hij in Breendonk aankwam, doodgeschoten werd. Aan de hand van een getuigenis van Alfred Kertens, die hier ook een gevangene was in Breendonk, hebben we wat extra informatie over de laatste momenten van Louis' leven. In zijn getuigenis vertelt hij dat hij door een raam zag hoe Louis samen met de andere 23 partizanen door de gang werden geleid, hun dood tegemoetgaande. Op een dag werden de 24 uit hun kamer gehaald en in kamer 14 gezet. Om 11 uur kwamen ze in 3 groepen van 8 halen. Ik zag ze voorbijgaan door het venster. Ze wuifden. Wij konden niets zeggen. Op dezelfde dag van zijn executie schrijft Louis nog 1 laatste brief aan zijn vrouw en zijn familie. Liefste vrouwke en zoontje en ouders en ganse familie, met droefheid en verdriet kom ik jou het treurig nieuws melden. Ja, liefst vrouwke en zoontje, het uur is aangekomen dat ik van jou en ons zoontje Louieke, dat ik nog niet gezien heb, moet verdwijnen en voor eeuwig. Maar lieveling, houd u maar kloek en goed met onze kleine, want het kan toch niet anders zijn, als God het zo wil, dat ik zo jong en zo kleek ik ben van jou en zoontje, moet verdwijnen en van mijn en uw beminde ouders, broers en zuster en ganse familie. Maar lieveling, ik hoop dat jij veel geluk zult mogen hebben met onze kleine en alle en hoop dat jij nog lang zult mogen leven en alle gelukkig zijn. En ook hoop ik, lieveling, dat jij later nog wel een goede vader zult vinden voor onze kleine en dat hij ook zo goed zal zijn aan u en ouders gelijk ik altijd geweest ben. Ik hoop, lieve Nanda, dat jij een heilige mis zult laten opdragen voor jouw jonge verloren man Louis en mijn gezworen kameraden Manus en Jozef. Nu, lieveling, dat zijn mijn laatste woorden die ik u schrijven kan. En ik wens jou en mijn zoontje en broeders en zusjes en allen nog veel geluk en lang zult mogen leven van jou, die brave, jonge, verloren man Louis, die van jou alle gehouden heeft en gedacht tot aan zijn dood. Vaarwel, liefste vrouwke en zoontje en allen, en nog vele dikke kussen aan jouw liefste en mijn zoontje Louieke en mijn ouders, broeders en zusjes, en aan uw ouders, broeder en zusje, van jouw jonge, verloren, lieve man Louis, die u altijd lief heeft gehad. Zo, lieve Nanda, dat zijn mijn laatste woorden die ik u zenden kan, en tot later in den hemel. Vaarwel, lieve Nanda en zoontje, en u allen. Op 11 april 1944 werd mijn overgrootvader, Louis Hoormans, hier op deze plaats geëxecuteerd, samen met de 23 andere partizanen. 23 van deze partizanen werden aan deze palen gefusilleerd. En 1 partizaan werd daar aan de galg opgehangen. Na de oorlog probeerde zijn vrouw hem te laten erkennen als politiek gevangene in de hoop een vergoeding te krijgen die zou helpen met het opvoeden van hun zoon. Helaas werd het niet aanvaard, aangezien zijn laatste overval niet was opgedragen door de korpscommandant van de partizanen. Alsnog zijn moeder en zoon goed terechtgekomen en leeft Louis verder in het verhaal dat zij ons meegaven.